Maar natuurlijk iets terugkomen dat eigenlijk van nu is, dat is een beetje gek. En dan zijn we naar de mensen van de commissie gestapt van help ons. En dat was een zeer fijne samenwerking en na het einde van het jaar is de kalm teruggekomen. En dan zijn we in contact gebleven en op een bepaald moment hebben zij gevraagd, we hebben nu voor jullie iets gedaan, kunnen jullie nu een keer iets voor ons doen? Jullie zijn een museum, wij hebben ook een museum. En dat museum, daar was niet echt meer plaats voor, door de verhuis van de pacificatie aan de Groendreef. Deze tentoonstelling is een best type van stap. Terug een schot in de roos zal zijn, hè? Want als je kijkt naar het succes van series à la professor T, Flikken, De Ridder, we hebben er nog allemaal. Ik kan er niet naar kijken, want ik ben niet thuis als lief van cultuur. Maar ik hoor dat wel van zeggen dat dat enorm populair is. Eigenlijk getuigt dat van de grote fascinatie voor mensen voor politiewerken. Het moet enorm spannend zijn als je die series mocht geloven. We gaan niet meer aan het publiek tonen. Dus het geeft opnieuw waarde aan eigenlijk de schat wat we hadden, maar die nu nog veel 10 keer mooier geworden is dan toen dat we hadden. En uiteraard, dat is ook het engagement dat we dat gaan verder zetten. Want ik ben echt onder de indruk van de rondleiding dat we gehad hebben door de directrice. En zoiets mogen we inderdaad niet laten gebeuren. Ja, dat is een stof. Ah ja, is dat iets dat je... Oh, sorry. Ja. Eén patroon insteken, weer dicht raak ik en daar is het hendel kunnen omhoog te trekken. Zie je dat? Aan het handvat. Ja. Systeem, waarbij dat ze allemaal soorten voorhoofden, neus, oren en poten, zeiden we dat tegen hun ogen. En dan tonen we dat aan de getuige en die wees aan wat volgens hem of haar de persoon was, qua ogen, qua oren, dergelijke meer. En dan halen we de micro uit en dan begonnen wij dat over elkaar te leiden. Wat ze dan zeggen, een compositiefoto maken. Meneer de commissaris-generaal, mevrouw de schepen, beste gemeenteraadsleden, beste collega's, beste aanwezigen in al uw graden en hoedanigheden. Hartelijk welkom op deze openingsavond van het Museum van de Misdaad. Ik wil u graag in de komende 5 minuten meenemen in de making-of van dit project en onderweg zal ik een aantal heel bijzondere mensen danken. Mevrouw de schepen, meneer de advocaat-generaal, andere magistraten, beste politiecollega's, beste mensen van het stam, als ik dat zo generiek mag zeggen, beste genodigden. Men heeft mij gevraagd om even
aanwezig te zijn om een tijdelijke tentoonstelling in een museum te openen. Graag neem ik jullie even mee in de bestaansgeschiedenis van het museum. Een aantal onder ons weten wellicht dat er inderdaad een lange geschiedenis verbonden is aan het museum. We zijn hier allemaal hartelijk welkom hier op Nijmegen, ook in het Stam. Ik ben ervan overtuigd, dames en heren, dat het hier weer een fantastische tentoonstelling gaat worden. En succes ook van series zoals Professor T, Flikken, De Ridder, Heterdaad, ook van de reality tv-serie. Zoals het leven, zoals het is bij de lokale recherche, bewijst het al. Wij zijn allemaal bijzonder gefascineerd door de wereld van de politie, het onderzoekswerk, de verhoringen, de autopsies en alle manieren waarop dat die fascinerende en intrigerende dossiers meestal opgelost worden. Zijn ongeveer een beetje paniek.